Goedenavond, dit is het Heuvelland Nieuws van zaterdag 10 februari. De Wasseloofwet staat nu echt voor de deur. Morgen barst het feest groot los, maar op veel plaatsen wordt er al volop gevierd. Bijvoorbeeld in Schinopgeul, waar gisteravond de lichtjesoptocht door het dorp trok. Ja, goed voor het jubileum. En het is eigenlijk spontaan door onder andere Chris Roef. Die heeft gezegd, we willen werk het extra's doen. En ook met carnavalstreffen, wat dadelijk ook aansluitend gaat plaatsvinden. Omdat het een beetje zwoeng, nog meer zwoeng, wordt de laatste jaren al heel goed. Alleen vooral gemeen omdat nu vooravond de lampjes op toch in Schint laten doen. En ja, het is tot nu toe, het ziet er goed uit. We hebben meer dan 550 deelnummers. Dus ja, het belooft gewoon heel gezellig en chic te worden. Ja goed, er zijn uiteraard groepen uit EAP, groepen uit partijen, maar ook jullie gewoon uit Schin. Alle prinsenwagen kunt dadelijk, of alle prinsenparen, die kunt straks ook op de prinsenwagen van Oost met. We zitten wel met die 20 man. Dus ook uit Schin heb je heel veel groepen. En ook de prinsenwagen gaat met rijden, dus ook met de prinsenparen op de wagen. Ik vind het wel chic dat het georganiseerd wordt. Want dat betekent dat we drie keer op de wagen steunt. En niet twee keer weer normaal. Dat is wel chic. Is het voor jou? Ja, dat is fantastisch. En een van de hoogtepunten voor prins en prinsessen zijn is een optocht lopen. En tot dan ook nog in het duister is, want vermissen de lampjes optocht dinsdag in Valkenberg altijd. Dus dit is gewoon fantastisch. Ik kan het niet beschrijven. Ja, het is wel op zich heel chic dat we natuurlijk hier in Schin kunnen zijn. En ook aan de lampjes optocht kunnen mee doen. Ja, wie vult dat? Ja, goed. Van ouds eigenlijk, ja. Want ja, vroeger hebben we dat al gehad in Valkenberg. En super ruig dat nu weer een Schin weer is. Dus we zijn er wel jaren gewend, Joppa. En kijken wat het hoort, hè. Ben benieuwd. Kijken hoeveel u langs de kant staan, hè. En wat met eten, hè. En flink zwaaien, hè. Ja, zeker. Ja, heel leuk. Heel leuk dat ze nu tot ze 40 jaar bestaan een lampjes op te georganiseerd hebben. Veel jeugd, veel lucht met spas. Het is wel heel leuk dat dat in Schin wordt. En vond je het ook leuk? Ja. Zeg maar ja. Nee? Wat vond je ervan dat hier de optocht wordt? Ik vind het schitterend dat ze dat voor de eerste keer hier in Schin op Geul doen. Dus dat vind ik hartstikke mooi, die lampjes optocht. Dat hebben we nog nooit eerder gehad hier, dus dat is mooi, hè. Ja, en in Schinopgeul trok deze bijzondere carnavalswagen in ieder geval niet door het dorp. Het is een nagebouwde saunaclub. Carnavalsvereniging De Strubelzers zijn de afgelopen weken druk bezig geweest om de club na te bouwen. En dit is hem dan. Na weken druk bezig te zijn geweest met bouwen, is de wagen af. Het idee daarvoor ontstond eind vorig jaar. We proberen elk jaar een actueel thema te verzinnen. Vorig jaar hebben we de brandbierbrouwerij gebouwd, omdat brandbierpils verdwijnt uit wielerij. Dit jaar leek het ons leuk om dus voor de saunaclub uit Lemiers een wagen te bouwen. Er waren wel mensen die zeiden ja, weet je het zeker? Maar eigenlijk niemand die zei van dit kan echt niet. En als je het netjes neerzet dan kan het best wel grappig zijn. En ook vanuit de saunaclub waren er positieve reacties op het plan. Ja, we dachten natuurlijk, nou als je zoiets doet, vorig jaar hadden we de brandbrouwerij, dus hadden we ook een lokale ondernemer. Dit keer hebben we ook een lokale ondernemer. En toen dachten we, ja, we moeten gewoon eventjes een mailtje sturen. Ook zeker of hij het goed vindt, want dat kan natuurlijk ook zijn, dat hij het niet goed vindt. Maar hij was heel erg positief. We hebben een aantal afspraken met hem gemaakt van wat moeten we wel en wat moeten we niet neerzetten. En hij was enthousiast, hij vond het mooi en hij heeft ook nog een bijdrage geleverd aan onze pakjes. Dus het is super om zo met lokale ondernemers zoiets te realiseren. Zo'n wagen bouw je niet zomaar. Voordat er wordt begonnen met bouwen, wordt alles op papier gezet. Hier beginnen we allemaal mee, met een paar simpele balken. En vanuit daar bouwen we een dichte doos met platen. Dan zijn we een week of twee verder en dan beginnen we de details erop te schroeven. Zoals de ramen aan de buitenkant, dak erop, dak bekleden, verven. En daar komen alle kleine dingen aan bod. We moeten rekening houden met de stroomvoorziening. Genoeg opslag voor het drinken. En boven uiteraard een plek voor onze DJ. En om zoiets na te bouwen is er ook veldonderzoek nodig. We zijn een aantal keren op bezoek geweest, maar niet als gast, maar meer voor de gesprekken met de eigenaar.
Dus we hebben wel natuurlijk van binnen even een kijkje mogen nemen, maar we hebben niet alles gezien. De carnavalsgroep is al heel wat optochten afgegaan. Morgen staat de optocht van Simpelveld op het programma. Ja, trouwens, we hebben gewonnen tegen de partij. En morgen is ook de optocht van Gulpen. Die wordt live uitgezonden. De uitzending begint om 3:15 en is te zien op alle omroepen in het Heuveland. En dan ander nieuws. Oud-wethouder Henri-Pierre Wijfort komt weer terug in de Gulpense politiek. Hij wordt plaatsvervangend commissielid van het CDA. Eind september vorig jaar stapt het CDA uit de coalitie en daarmee vertrok ook wethouder Wijfort. De gemeenteraad moet zijn benoeming wel nog tijdens de raadsvergadering van 20 februari goedkeuren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten adviseert hem extra waakzaam te zijn voor ransomware-aanvallen. De gemeente Meersen wil daarom structureel 2 ton uittrekken om extra beveiligingsmaatregelen te kunnen nemen. Momenteel is er al beveiliging, maar de huidige maatregelen zijn nog niet toereikend. Het college van burgemeester en wethouders waarschuwt dat zonder extra geld de gemeente niet voldoet aan de eisen. De gemeenteraad moet wel nog beslissen of de 2 ton ook daadwerkelijk wordt toegekend. En dan nog het weer. Zondag, de eerste vastelovensdag, is er in de ochtend overwegend hoge bewolking. In de middag wordt er vanuit het zuiden de bewolking wat dikker en kan er af en toe wat regen vallen. Het worden geen grote hoeveelheden en er zijn opklaringen. De temperatuur ligt overdag rond de 11 graden. Normaal voor deze tijd van het jaar is 7 graden. In de nacht wordt het niet kouder dan 6 graden. Carnavalsmaandag begint met een afwisseling van wolken en opklaringen. In de middag worden de opklaringen steeds breder en zijn er perioden met zon. En kan dan ook een enkele bui vallen. Het wordt met 8 tot 9 graden wat minder zacht. In de nacht is het een graad of 4. Overdag staat een matige wind. In de avond zwakt hij af naar kracht 2. En wilt u nou een overzicht zien van alle optochten in het Heuveland? Ga dan naar heuvelandvandaag.nl of kijk in de app. Tot zover het Heuveland nieuws voor dit moment. Wij van het nieuws zijn er uiteraard morgen weer. Namens de hele redactie wens ik u een hele schone vastgelovend.